Ja, het wordt een heel project hier, hè. Het gaat nu worden, hoor. Het komt, ja, de dijken worden verhoogd en de dijken in de oever worden al verhoogd. Dit komt er ook nog bij. Dat is geweldig. Allemaal werk. Het kost een paar centen, maar dat is niet zo belangrijk. Nou, ik vind het ook wel belangrijk dat dat allemaal moet gebeuren. En daarom, we gaan altijd samen even kijken. Iedere dag gaan we vaak wel een rondje even over de haven. En nu zeiden we, oh, dan gaan we even een stukje de dijk op. Wat heeft Den Oever eraan? Dat doen ze voor het hoge water, hè. Dan kunnen ze pompen als het hoog water is. Nou, wij hebben dat nooit zo hoog gezien, alleen in 1953. Toen woonden wij aan de dijk. En toen liep het er net overheen. En na die tijd is hij al een keertje verhoogd en toen nog een keer. Maar goed, het geeft wel een veilig gevoel. Ja, ik hoop dat er niet te veel stremming van is. Maar het is wel goed dat er wat aan gedaan wordt natuurlijk. Want je moet er iedere dag overheen? Elke dag, ja, ik zit heel veel in Hallingen werk. Dus dan heel vaak over de dijk heen. Met vaak stremmingen, met sluizen. Dat is echt wel toch wel een dingetje, vind ik wel, ja. Het zal lekker wezen de sluizen er ook gelijk uitgaan. Dus dan een viaduct, een aquaduct eronder maken. Dat zal wat wezen.